De snelste manier om je lagen om te draaien van volgorde in After Effects, dat zie je in deze Tip of the Week. We duiken meteen in After Effects. Ik heb hier een composition klaargezet met een aantal lagen in. Die liggen in een bepaalde volgorde. Ik heb hier de lagen ook genummerd van 0 tot 10. Nu, ik zou graag hebben dat deze laag hier, die onderaan ligt, helemaal bovenaan staat. Dus dat eigenlijk de volgorde van deze lagen omgewisseld is. Dus dat 1 bovenaan staat, 10 onderaan en alles daartussen ook omgedraaid wordt. Wel, dat is heel simpel om te doen in After Effects, maar het is een beetje een verborgen manier om het te doen. Wat doe je? Je klikt de laag aan die je helemaal bovenaan wilt gaan zetten. En dan duw je Shift en je klikt dan de uiterste laag aan hier bovenaan. En nu gaan we dit knippen met Command-X. En dan gaan we gewoon direct Command-V doen. We plakken die terug en je zal zien dat die lagen nu in de omgekeerde volgorde staan. 1 staat nu bovenaan en 10 ligt nu onderaan. Dus hoe komt het er eigenlijk op neer? Je klikt eerst de laag aan die je bovenaan wilt zetten en dan pas de laag die je onderaan wilt zetten. En onthoud eigenlijk de volgorde waarin dat je lagen selecteert. Dus als je nu bijvoorbeeld zegt, ik klik hier laag 4 aan, duw command in en ik klik bijvoorbeeld 6, 8, 10 en dan 1, 2, 3, 5, 7, 9. En ik ga die nu knippen en ik plak die. Dan zal je zien dat die effectief die volgorde gaat respecteren. 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Voilà. Zo simpel is het. Dus eigenlijk als je iets selecteert in de volgorde dat je het wilt gaan plakken, dan kan je het gewoon knippen en plakken in die volgorde. Heel korte tip, maar kan zeker van pas komen. Ik zie jullie graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!